Hey hallo en welkom terug bij een nieuwe video op het kanaal. Vandaag spelen wij weer lekker Mad City. We zijn terug in Roblox. Heb ik ondertussen wel al een paar keer gestreamd. Ik ben zojuist uit de gevangenis ontsnapt en ik moet eventjes een beetje mijn wapens eventjes pakken. Ik wil graag een machete kopen. Zo, dan kunnen wij zien dat de boot wordt overvallen en de bank wordt overvallen. En de bank zou een update hebben gekregen, net zoals de hele map. Dus wij gaan eventjes naar de bank toe vliegen. Want ik wil wel even kijken wat er veranderd is aan de bank. Want van buitenaf lijkt hij nog aardig hetzelfde. Alleen er zou een nieuwe vloer bij zijn gekomen. Dus ik ben wel benieuwd. Wij gaan eventjes naar binnen rennen. En dan gaan we een korte timelapse doen van de bankoverval. Zo, hoppa, moeten we hier nog wat hacken? We moeten hier nog eventjes wat hacken. Mooi. Even kijken. En dan is de deur open. En dan kunnen we hierdoor ontsnappen. Wat mooi getimed. Wat mooi getimed. Er is naar mijn zien niet echt heel veel veranderd. De bank is nog hetzelfde, dus dat was dan waarschijnlijk een update van een oudere update. Hop. Hop. Geef, geef, geef. Oh, hij pakt hem. Oh, wat jammer. Waren we bijna villain geworden? Oh, dat zou wel echt leuk zijn. Ja, dan moeten we nu eventjes de. Hoe heet het? Moeten we hier eventjes ons geld incasseren? Mooi, mooi, mooi. Zo, hop. Vliegen we hier eventjes naar binnen. En dat was de heist alweer. Wat mooi. We hebben een bank overvallen. Dan kunnen we eventjes gaan kijken naar de map. Want dit is natuurlijk het politieeiland. Hier is de brug. En ik geloof dat de map-update al een beetje oud is. Maar ik wil weten wat dat is. Want je hebt daar een shop. En hier heb je allemaal geldtekens. Hier heb je een uitroepteken. Geen idee wat dat inhoudt. Maar hier boven in de map ben ik nog nooit geweest. Behalve dan daar een paar keer om geld van de boot af te leveren. Dus ik wil even naar het bovenste stukje in de map gaan. Even kijken wat daar allemaal is. One eternity later. Oh, hier is nu dus die militaire basis. Dat is dus wat je op de map ziet. Oh, ze hebben ook gewoon. Is dit een tank? Ja, dit is een tank. Oh. Ze hebben gewoon tanks, joh. Ja, en die heb ik al, die OSS Terminator. Zo. En is er dan nog wat bijgekomen op de militaire basis? Nee, hier hebben ze alleen wel de ingang van de villain base erbij gekregen. Oeh, laten we eventjes meegaan naar binnen. Hier is het. Is hier de heilige kip? Oh, hier hebben mensen de heilige kip voor de regen. Ziek. Ik geloof dat we niet snel genoeg weg waren, jongens. Ik loop hier gewoon random naar binnen. En de deur is opeens op slot. Hoe doen we dat nou? Oh, de deur gaat weer open. Wat een geluk. Nou, ik kon geen regen halen, want ik heb de speciale key daar waarschijnlijk niet voor. Ik ben benieuwd, hebben we hier. Oh, dit is natuurlijk de aircraft carrier. Dus hier kun je gewoon. Ja, hier kun je gewoon je vliegtuigjes en je helikoptertjes spannen. Ik zag net dat er nog wat containers in het water lagen van de bootoverval. Dus daar kunnen wij er misschien ook wel nog eventjes eentje mooi van gaan meepikken. Die liggen daar nog lekker in het water. Laten we daar dan ook eventjes landen zo. Hier zo, even landen. En dan de telefoon erbij pakken. En dan de boot erbij pakken. En dan met de boot naar de. Hoppa, eventjes een containertje aantikken.
En dan nemen we het. Huh? Wat zie ik? Wat zie ik? Hoe krijgt die man het voor elkaar om daarmee te varen? Maat, dit kan mijn brein gewoon echt niet meer aan, denk ik. Ik snap het gewoon echt niet meer. Ik snap het gewoon echt niet meer. Ik snap het gewoon niet meer. Wat is dit? Help. Zo, hop. En dan leveren we hier de... leveren we hem af. Dan hebben wij 16.000 euro voor een containertje erbij gekregen. Wat mooi, wat mooi, wat mooi. Hoppa, Koevra 19 rolt de cargo ship voor 16.000 eurotjes. Wat mooi. Wat valt er nog meer te overvallen? Want aan de map, ja, daar hebben we net rondgevlogen, is dus kennelijk helemaal niet zo heel erg veel veranderd. Ja, we kunnen hier ook wel eventjes de juwelier gaan overvallen. Dat is ook wel even leuk om te doen. Dus dan springen we hier er eventjes uit. Mijn boot gaat opeens... Wat doet mijn boot? Er staat hier heel veel helikoptertjes. Laat ik eventjes een wapen pakken, want ik denk dat er zomaar eens wat mensen binnen staan die we niet binnen willen hebben. Even kijken waar we naar binnen moeten. Hier moeten we naar binnen. En dan kunnen we hier... Ai, 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 ai. En dan kunnen we hier naar boven. Oeh, hey, hey. Help. Help. Oh, ze is al neer. Hoppa. Laten we hier naar boven rennen. En laten wij dan eventjes hier... ook naar boven rennen. En dan gaan we jullie zien in de timelapse hoe wij vlekken die we hier gaan overvallen. We zijn gearresteerd op het einde. Op het einde zijn we gearresteerd en ik probeer er nog even uit... Ik probeer er nog uit te komen door mezelf te doden, maar dat lukte net even niet. We zijn gewoon gearresteerd. Tijdens de juwelierovervallen, wat slaat dit nou weer op, Jon onder G? Dit slaat echt gewoon compleet alles en dit is gewoon verboden en dit mag niet. Wij gaan eventjes lekker een hamertje bakken. Dan gaan we eventjes naar... naar de plek toe rennen waar we het hamertje kunnen gaan gebruiken. Ik hoor daar iemand schieten. Geen idee waarom, maar sommige mensen houden van gekke dingen. Dan gaan we hier even naar de wc toe rennen. En dan gaan we even met de hamer op de wc slaan. Hoppa, bop. En dan rennen wij hier even naar buiten. Dan rennen wij door de riolering heen. Met ons geen... Wat hebben wij nu in onze hand dan? Helemaal niks. Helemaal niks. Zo... Hop, dan rennen wij zo door naar een beetje strak tegen de muur langs. En rennen wij rustig door naar de, hoe heet het? Ja, naar de steiger hier. En dan denk ik dat we een jetski gaan pakken, want die is even wat sneller. Dus dan gaan wij voor de verandering even lekker op de jetski springen. En dan vliegen wij lekker met de jetski even lekker de map door. Hoppa. Even kijken. Juwelier kunnen we niet meer overvallen. Zo. En de bank wordt overvallen. Alles wordt zo'n beetje overvallen. Ik ben benieuwd of we politie kunnen gaan tegenkomen. Want ik wil wel een beetje de politie plagen. Dat lijkt me wel leuk om te doen. Maar dan moet er natuurlijk wel politie zijn. En er is best wel wat politie. Is er ook.
Er zijn ook heroes, dus we kunnen best wel wat, wat rotzooigeintjes uithalen. Ik ga eventjes wapen pakken en dan gaan we op zoek naar een politieagent. 2000 years later. Hoi, we hebben iemand gevonden. Die gaan we even gelijk beschieten. Dat is een politieagent. Zo, hop. Er zat ook een villain in zijn nek. En er is daar nog een politieagent. Daarvan gaan wij even nu nog een... Oh, hij peert hem echt net weg. Ik wil nog een raket afschieten, maar... Ik kan hem net eventjes niet lekker targeten. Hop, hij komt hier naar achter schieten met zijn Tesla. Oh, dit is lastig. Dit is slecht, is lastig mikken. Zo, hop, ik moet vanaf hoger afschieten. Zo. Hoppa. Raketinslag in een huis, dat is niet bedoeld. Zo, hop. Plop. Hij is echt lastig te... Oh! Oeh. Ah, daar ga ik. Snap back to reality. Ja, nou snap back de grond in, zou ik zeggen. Ik ben gewoon neergescoord toen. Dit is wel weer echt heel erg jammer. Oh, kunnen we ook een Nerf gun pakken? Dat is ook wel grappig. Laten we eventjes... Ja, eigenlijk moeten we deze hebben. Alleen dat is wel heel erg duur. Laten we eventjes een granaatje voor de grap hier eventjes loslaten. Dan gaan we even... Wat hebben we nog meer voor voertuigen? Een SWAT-bus, een scout, een dirtbike, een helikopter, een plane. Maar ik had toch ook een stealthbomber of zo? Hier. Een falcon. Waar is de falcon? Waar is die falcon? Die zat nu zeker helemaal onderaan of zo. Of hier. Ik kan voor de komende 60 seconden geen vliegende objecten meer plaatsen. Dat is wel jammer. Dan gaan we met de auto gaan we weer eventjes op zoek naar een politieagent. Om hem eventjes helemaal kapot te maken. Hey, wat zag ik hier nou? Alleen die vervalde zo door de grond heen. Die is dus waarschijnlijk geliefd. Misschien dat hier wat mensen zijn die... mijn auto die glijdt gewoon helemaal weg. Ik wil wel een soort luchtalarm afgaan. Van het vliegtuig wat daar de grond in zakt. Misschien is het vliegtuig ook wel even leuk om te overvallen. Dat gaan we wel even doen. Pakken we eventjes een boot. Oh, en dan gaan we eventjes met de boot naar het zinkende vliegtuig. Huh? Het vliegtuig is gewoon opeens weg. Geweldig goed verhaal. Dan gaan wij naar de boot toe. One eternity later. Oeh, er komt hier politie. Ja, ik denk dat de politie in deze server iets te goed is. Het wordt lastig om nu nog succesvol wat te overvallen. Want ze gaan nog met z'n allen iets verdedigen. En dan red ik het gewoon niet in mijn eentje. Dus ik ga weer eventjes wat wapens pakken. En dan gaan we nog eventjes lekker wat overvallen. Meanwhile. We hebben hier een geinig manneke die we eventjes kapot gaan schieten. Daar zit mijn... daar zit de lokker van... Daar zit de lokker van de boot op te schieten. Wat zie ik nou? Dat tekentje wat op die meneer zijn buik zat. Dat is een... Oeh, ik zag daar politie. Zag ik daar nou politie rondrennen? Nee, dat was geen politie, gelukkig maar. Nou, we gaan nog eventjes een timelapse doen van hoe wij de juwelier succesvol gaan overvallen.
Ah, maat. Stinkagent. God non die zeg. Ongelooflijk dit. Nou, ik denk dat wij het hier maar bij gaan laten voordat we gaan ragen op cam. Dat doen we maar even niet, weet u. Heb je nou genoten? Abonneer dan zeker. En zie je graag terug bij de volgende video. En wie weet gaan we ooit nog een keer met City doen.